deze nieuwsuitzending, dat valt niet onder humor. Het is ook niet echt nieuws. Ik zou het moeten hebben over... Ja, het heet de epifyse. De pijnappelklier. Dus het gaat eigenlijk over menselijke biologie. Om het verhaal te introduceren. Kijk, wij mensen... Dit is niet bedoeld voor krokodillen. Die zouden alleen maar jaloers worden. Dus krokodillen, allemaal de oortjes dicht. En we houden het humoristisch. Hè? Het is wel gewoon een onderwerp over biologie, maar je mag toch lachen. Wat is dat nou? Dus alle koeien mogen ook niet meeluisteren. Maar trouwens, koeien kennen geen Nederlands. Dus ja, het is geheimtaal voor dieren. En mensen zouden dit moeten kunnen begrijpen. Hè? Nederlands. Allemaal trouwens. En dat stomme Engels, dat is alleen maar verwarrend. Maar over de epifyse, waar gaat het over? Het gaat over de pijnappelklier. En dat is een denkend orgaan in je hersenen. Nee, ik ben over die gek. Nee, dan wordt hij helemaal niet gek. De epifyse, die scheidt, niet met een lange ei, maar met een korte ei. Die excrementeert, zullen we zeggen. Ejaculeert, kan je ook zeggen. Hormonen. Of stuurt dat aan. Of zo. Dus de epifyse, die... Dat is een heel belangrijk stukje in je hersenen. Je hersenen, dat is de voltooiing van je zenuwstelsel. Je hebt overal zenuwen zitten. Dus in je vingers, toppen zitten zenuwen. In de handpalm zitten zenuwen. In je voet, overal zitten zenuwen. En een zenuw, dat is niets meer als ja, wat je in huis ziet, een stroomkabel. Letterlijk. Daar gaat met elektrische, dat heet een potentiaal verschil. Dus als je telefoon leeg is, dan komt dat omdat er geen potentiaal verschil meer is tussen de pluspool en de minpool van je accu. Hey, mijn telefoon doet het niet meer. Wat moet ik nou doen, Perry? Ja, dan moet je je handleiding pakken. En daar staat in dat jij een voedingsapparaat hebt meegekregen. Een voedingsadapter. En dan moet je de ene kant moet je in een stopcontact stoppen. En de andere kant die moet je in je telefoon stoppen. Ja? Niet omdraaien, maar dat past ook niet. Dus dat heb je gelijk in de gaten als consument. En dan krijg je weer een potentiaal verschil in je accu. En dan doet je telefoon het weer. Dat is potentiaal. Voltage is daar de term voor. En het in jouw menselijk zenuwstelsel heb je het over potentiaalverschillen van 0,3 volt. Echt niet veel. Maar wel een potentiaalverschil. Nou, dat geeft elektrische stroming. En de grap is dat jouw zenuwstelsel brengt met die elektrische pulsen niet alleen maar die stroom over. Dat geeft warmte. Als je heel hard gaat denken, dan wordt je hoofd helemaal oververhit. Letterlijk. Vanwege al die potentiaalverschillen. En alles wat maar van links naar rechts stroomt. Daarom wordt er ook gezegd in het Nederlands: houd je hoofd koel. En trouwens in het Engels ook: keep a cool head. Ja, niet aan al de gedenken. Dus je bent een elektrisch systeem. Door je hele lichaam heen hoor. Zo. En toen jij was ooit een eicel. Iedereen was ooit een eicel. En wat voor een geslacht heeft een eicel? Nou, ik zou het niet weten. Dat kan een mannetje worden. Of een vrouwtje. Ja, als er niks gebeurt met die eicel, dan word je niet een mannetje of een vrouwtje. Nee, dan word je een stukje smerie op een stukje toiletpapier.
dan, oh, dat is de raad. Mooi zo. En dan beland je gewoon in een of andere tissue of maandverband of whatever. Nou, dan kom je in een vuilnisbak. Maar dat maak je echt niet mee, hoor. Want een eicel is, het heeft natuurlijk wel een bepaald intellect en een bepaald iets. Maar tegen de tijd dat er ongesteldheid komt, dan voelt die eicel wel van, oh, ik word niet gepenetreerd. Dan sterft dat denken. Hetzelfde geldt voor al die spermatozoïden. Dus als een man zijn piemelino leegspuit in een dame. Ja, hoeveel spermatozoïden komen er dan naar buiten? Die allemaal denken van, kijk, meedoen is belangrijker dan winnen. Een soort Olympische Spelen met 30.000 deelnemers. En dat moet dan gebeuren. Dat is best een wonder hoe dat allemaal werkt. Want die evolutionisten denken dat het allemaal toevallig tot stand is gekomen. Het is te belachelijk voor woorden. Maar dan wordt dus een eicel wordt bevrucht. Laten we daarvan uitgaan. Jij bent ooit een eicel geweest. En je bent niet met een tissue met ongesteldheid afgevoerd richting de vuilnisbelt. Maar er is een of andere spermatozoïde in jou gedrongen. En die andere, 30.000 min 1 is toch 299... Oké, 29.999 dode spermatozoïden. Die beland zijn in een tissue. En inmiddels al lang opgegeten zijn door salmonella. Wat groeit er eigenlijk op een vuilnisbelt? Alles wordt verteerd. Maar jij bent bevrucht. Dat is niet zo'n moeilijk verhaal, hoor. Dus jij bent bevruchte eicel. Nou, je bent een mannetje geworden of een vrouwtje. Of je hebt ook die uitzondering gevallen. Gebeurt ook. Dat gebeurt door de hele natuur, by the way. Er gaat altijd van alles fout. Niet voor 100%, want anders waren we niet in leven. Snap je? Dus het gaat meestal goed. In de zin dat je een mannetje bent of een vrouwtje. Ja. Je hebt monsters, heten ze. De katholieke kerk, daar heb ik bij gestudeerd. En die spreken dan ook van monsters. Dus dan heb je Thomas van Aquino of Sieger van Brabant. Zo. Die heeft het over monsters. Dat zijn uitprobeersels. Een monster kan je toch ook kopen? Je gaat naar een parfumwinkel. En dan haal je iets leuks. En dan krijg je van de kassier krijg je monsters mee. Van die hele kleine flesjes. Heel mooi verpakt met een kartonnetje met schijnend goud. Dan denk je van, oh ja, doe maar mee. Dan krijg je een monster. Dat is een uitprobeersel. Dat is de afdeling marketing. Die zegt dan, we gaan even kijken of deze geur ook werkt. Ja, die hebben ook concurrenten. En volgens de katholieke kerk moest je die mislukte personen maar zien als monster van God. Een uitprobeersel. Ja, dat is aardig gedacht. Maar meestal word je een mannetje of een vrouwtje. Maar dan begint de grote ellende pas. Want een eicel, die heeft geen schijn van kans. Ook al heb je dan een penetratie gehad van een spermatozoïde. Ja, ga maar in je eentje boodschappen doen. Dus een eicel, dat is maar één cel. Ja, die moet meer cellig worden. En dan niet een of andere klomp, wat lijkt op een verzameling van kikkervisjes. Nee, daar moeten darmen in komen en nieren en een maag natuurlijk. Een slokdarm. Een lever heb je nodig. En dat is alleen maar voor het in stand houden van de moleculen in je lichaam. Want als jij zweet, dan gaat er water uit. Of niet? Ja. Als je alleen maar zweet en er wordt geen water opgenomen, dan ben je de bok. Dat hou je 3 dagen vol. Zo.
en weer dood. Hetzelfde geldt voor je zenuwstelsel met die elektriciteit. Wat heeft dat nodig? Ja, water natuurlijk. Dat het lekker een beetje stroomt en geleidend is. En natrium. Dus dat element natrium of natriumchloride, dat eten wij graag, hè? Zout. Daar moeten we vooral veel doen. De hele campagne van de overheid van, hij niet zoveel zout hoor. Nee, want het is niet, dan krijg je hoge hartslag, druk, bloed, ellende van. Dus ja, pas op met zout. Hij gaat er weg, je moet genoeg zout hebben. Want in je zweet zit ook zout. Ooit opgevallen dat als je een goede relatie hebt met je hond, dat je niet onder de douche hoeft? Of tegen je hond alleen maar te zeggen van, nou, ik heb de hele dag lopen zweten. Nou, die hond die likt je helemaal schoon. Zegt die hond. Lekker zout. Dat is voor de geleiding van je zenuwen. En dan komt dat gedoe dus ook. Want niet alleen dat je dus een maag nodig hebt en een slokdarm en een hele meuk. Een alvleesklieren schijn je ook nodig te hebben. En dan heb je ook nog een ruggengraat nodig. Want anders kan je niet overeind staan. Benen moet je hebben. Dan moeten ook van die botten in zitten. Je moet een afweersysteem hebben. Daar heb ik het in de vorige uitzending over gehad. Je witte bloedlichaampjes. Dat het belangrijk is om te doen. Om je spieren goed uit te rekken. Want dan gaat die lymfe die gaat stromen. En dat kan hem best een beetje pijn doen hoor. En gewoon doen man. Lekker. Yoga is in principe goed voor je lichaam. Even wandelen is ook heel goed. Fietsen vind ik iets minder. Dan zijn het steeds dezelfde spieren die aan het werk zijn. En al daar de witte bloedlichaampjes in de rond te pompen. En beter is het om alle spieren te bewegen. Nou, dat heb je ook nodig, maar daar ga ik verder niet meer over hebben. Want dat heb ik uitgelegd in de vorige uitzending hoe dat werkt. Je hebt een afweersysteem nodig. Dus ze hebben die mooie term verzonnen, die heet AIDS. Geen hond die weet wat het betekent. Het is een afkorting. Het is acquired immune. Even kijken. Acquired Immune Deficiency Syndrome. Opgelopen aandoening. Zo opgelopen. Opgelopen vermindering van het afweersysteem syndroom. Ja, kortom, mensen met AIDS die krijgen elke ziekte die je maar kan verzinnen. De ene gaat dood aan Kaposi, de andere gaat dood aan. Dat is het verhaal dan. Hè? Ja, dus als je weet van AIDS, dan weet je ook van het belang van je afweersysteem. Maar daar gaat deze uitzending niet over. Die gaat over de epifyse. Dat hele ingewikkelde proces waarvan niemand snapt hoe het werkt. Dus je hebt een eicel en die belandt oftewel op de vuilnisbelt. En die wordt dan mogelijk gepenetreerd door een spermatozoïde. En dan gebeurt er van alles. Dan krijg je een slokdarm, dan krijg je een maag, nieren. Ja, dan moet ook gegeten worden. Je kan niet alleen van water leven. Dus er moet zout moeten erin. Er moeten proteïne moeten erin. Want je huid, die wordt voortdurend vernieuwd. En jouw huid bestaat uit vetten en proteïne. En dan ben je een dagje naar het strand geweest. En dan ben je half verbrand. En dan ga je zo lekker onder de douche. En dan gaan al die huidschilfers gaan eraf. Ja, dat is zoveel gram proteïne. Dat moet er wel weer bij, ja. En vet natuurlijk. En daarvoor moet een heel opnamesysteem zijn.
En het is dan zo ontworpen dat er in onze darmen, dat daar, hoe moet ik zeggen? Ja, dat zijn bacillen. Dat heet je darmflora trouwens. Een plantachtige, flora, darmflora. Het zijn zelfstandige elementen en die kunnen zuurstofarm hartstikke lekker leven. Die hebben geen zuurstof nodig. Niet of nauwelijks. En dan neem je al die voedingsmiddelen op. Maar goed, dat is dan het eerste. Dat is je vegetatieve stelsel. En dan heb je daarnaast dus je ruggenmerg. Je ruggenwervel. En daarin daar komen die zenuwen al in samen. Hè? Vanuit je benen en uiteindelijk je armen. En dat komt dan samen in het verlengde ruggenmerg. En daar wordt het al bijzonder. Dat is duidelijk dikker. En dan gaat het over in de kleine hersenen. Dat wordt ook wel je, op zijn Engels, reptilian brain genoemd. De dierlijkheid, die zit er achterin. En dan moeten die hersenen moeten dus doorgroeien. En dat moet allemaal tegelijkertijd gaan met dat de oren aan het groeien zijn en de ogen. Een eicel heeft geen oren en geen ogen. Dat moet allemaal daarna nog komen. En tegelijkertijd, dus met dat je een neus krijgt, en dan moeten die hersenen ook doorgroeien. Nou, die hersenen die moeten getraind worden. En dat gebeurt in de buik al. In de buik van de moeder dus. Hè? Daar gebeurt al hersentraining. Daarom wordt ook gezegd dat Christus Jezus onbevlekt ontvangen is. Geboren uit een maagd. Maar daarover later meer. Dat is allemaal goed te verklaren. Dat is allemaal goed uit te leggen. In de Bijbel staat hoe het is. Ja, maar ik hou niet van de Bijbel. Want vroeger thuis moest ik altijd elke dag bidden van mijn ouders. Nou, dat vond ik uiteindelijk nergens op slaan en daar ben ik mee gekapt. Dus met mij moet je niet meer zeiken over God. Het is niet mijn schuld dat jij zulke ouders had. Als je mijn zoon was geweest, mijn Filemon, had ik je verteld van de Bijbel. En ik had je toestemming gegeven om te bidden. Van als je wil bidden, dan mag. Dat is niet verboden. Maar we gaan daar niet een circus van maken. Maar natuurlijk mag je bidden. Ja, maar dan moet ik iedere zondag naar de kerk van jou. Nee, helemaal niet. Kom in naar mij. Het kan wel een leuk idee zijn. Leer je nieuwe mensen kennen. En ik heb zondagochtend meestal een kater. Dus ja, dus voor mij valt dat al af. Grapje. Hey, daar kom je op terug. Maar dan nu over die ontwikkeling van die hersenen. Dus vanuit je verlengde, daar wordt het interessant, hè? Het verlengde ruggenmerg en dan de kleine hersenen. En dan komen de grote hersenen. Dat is ook een heel grappig verhaal. Het schijnt zo te zijn dat de linkerkant, dus de linker grote hersenen, dat daar vooral de feiten worden opgeslagen. En dat in de rechter hersenen, de rechterkant van de grote hersenen, dat daar de fantasie zit. Dat noemen we de imagination. Het vermogen tot voorstellen. Openstaan voor whatever. Dat is links en rechts. Nou, dan groeit dat. Als het allemaal met jou goed gegaan is, dan zijn die hersenen doorgegroeid. Dan hebben dus die linker en rechter grote hersenhelft een
mooie volgroeiing naar voren gekregen. En dan komt de grote truc. Dat dat naar beneden krult en daar zit de epifyse. En dat is de voltooiing van je hersenen. René Descartes, dat was een hugenoot. En de hugenoten, dat is de Franse tak van de Calvinisten. Nou, de Calvinisten hebben iets van 6000 katholieken op de brandstapel gezet. Dat is natuurlijk niet zo aardig geweest. Want in Romeinen 12, vers 19 staat... De wrake is mij. Maar goed, maar lang verhaal, daar gaan we het nou niet over hebben. Maar René Descartes, dat was een hugenoot, was een Franse Calvinist. En die die was wiskundig. En die had ook contacten met de aristocratie. En die was gevlucht naar Nederland. Die zat in de Achterhoek. En van René Descartes is die fameuze uitspraak... Cogito ergo sum. Letterlijk op zijn Nederlands... Ik denk, dat is cogito, ik denk. Ergo, dat is op het Nederlands dus. En dan krijg je sum... En dat is ik besta. Op zijn Nederlands, ik denk, dus ik besta. Nou, daar heeft hij een punt. Mensen die niet denken, die kunnen denken dat ze bestaan, maar ze bestaan helemaal niet. Maar ze kunnen niet denken. Er zijn zakken moleculen die ervan dromen dat ze van de apen afstammen. En René Descartes, die was dus een fervent... Ja, hij propageerde dat er een verschil is tussen hemel en aarde. Dus Genesis 1, vers 1, by the way. Maar dan technisch. En hij gebruikte daar de technische term voor. Hij had het over res. Res betekent dat wat is. Dat is Latijn. Dat wat is. R-E-S. Spul, mag je zeggen. Dus op zijn Nederlands gebruiken wij twee termen voor res. Namelijk ding en zaak. Dus een rechtszaak, dat is een res. Dat is niet echt een ding, maar het is wel res. Dat wat is. En een echt ding is iets als een koffiepot of zo, een pond suiker. Hij gebruikte die twee termen. Res cogitans, dus denkend ding. De geest, dat wat de hemel is. En je hebt res extensa. Res met een afmeting. Zo'n koffiepot, die kan groot zijn, die kan klein zijn. Een koffiepot voor het poppenhuis van je dochter, ja, dat is maar 1 centimeter groot. Of zo. Of nog kleiner. Het heeft een afmeting. En voordat jij dat poppenhuis had gemaakt voor je kind, toen had je het al bedacht dat je dat ging doen. Was je al wezen informeren van, bij de hobbywinkel. Mag ik een figuurzaag? En wat kost dat dan? Ja, dat is res cogitans. Hè? Die gedachte. Ik vind dat René Descartes dat goed... Ja, dat hij daar een goed onderscheid in maakt. Ik zie het ook. En René Descartes, die had die discussie met die aristocratische vrouw. Die dan zei van ja, maar hoe kan nou in de materie, dus in René Descartes bijvoorbeeld, hoe kan dan die res cogitans, die denk, dat denkspul, laat ik het spul noemen. Res is spul. Ding of zaak, maakt niet uit.
Maar het is cogitans. Dus alleen maar in het denken. Hoe kan het spul in het denken zich nu manifesteren in de uiterlijkheid? Hoe zit dat dan? En daar had zij een goede vraag. En die kon René Descartes niet beantwoorden. Want het zijn twee strikt gescheiden dingen. En hij zei, ja, bij een mens komt dat door de pijnappelklier, de epifyse dus. En dat is een ontvangststation voor res cogitans. En via de pijnappelklier manifesteert die res cogitans, manifesteert die res cogitans zich in de res extensa. Dat gaat allemaal via de pijnappelklier. Daar is heel veel kritiek op gekomen. Iedereen lachte hem uit. En vooral daarna, toen hij al lang dood was, heeft Edmund Husserl, H-U-S-S-E-R-L, Husserl. Husserl. Je hebt hem ongelooflijk afgezeken daarop. Schandalig. Nee, meneer Husserl had zijn eigen theorie. Ja. Namelijk, alles is niets. Ja, zo kan ik hem ook. En Descartes had het over de epifyse. Dat weet ik. En ik weet ook hoe het zit. Hoe het zit. En de epifyse is daadwerkelijk een... ik zeg niet dat de epifyse een ontvangstantenne is. Ik zeg wel dat mensen waarbij... als de maag volgroeid is en de nieren en de lever en de alvleesklier... en ze kunnen scheten laten en ze kunnen de 100 meter lopen in 10 seconden... en blondines neuken en brunettes neuken... en zeiken tegen de belastingdienst. Dat alles wel werkt. Maar dat brein is niet volgroeid. Daar zit het probleem. En ik kan je vertellen dat vast is gesteld. Er is een soort mens. Laat ik daarmee beginnen. Nog eerder beginnen. Er is een boek, dat wordt eens in de zoveel jaar opnieuw gepubliceerd. En dat heet de DSM. Dat is begonnen met de DSM. En toen kreeg je de DSM-2. Toen de DSM-3. Toen de DSM-4. En misschien is er nu een DSM-5. Zou kunnen. En dan komt de DSM-6. Die komt eraan, mag ik hopen. Nou, de DSM, dat boek... dat is een categorisatie van geestesziekten. Absolute leugen, dat hele boek. Totaal vergeten. Het is een afkorting, DSM. En het is de Diagnostics and Statistical... Diagnostic, denk ik in enkelvoud. Diagnostic and Statistical Manual. En het gaat dan over iedereen die knettergek is. Of over iedereen die een pain in the ass is voor zijn omgeving. Ze krijgen ruzie op het werk, want ze hebben een autoriteitsprobleem of whatever. En gaan dan een beetje thuis lopen huilen. Oh, ik vind mijn werk niet leuk, maar ik wil wel geld. En dan gaan ze met die mensen praten. Of ze die mensen die slaan, leraren. Ik ken al die verhalen wel maar. Dat zijn mensen waar het om gaat. Het zijn mensen waarvan die ontwikkeling van het zenuwstelsel... het is niet af. Gewoon niet klaar.
Ja, maar Perry, hoe repareer je dan die mensen? Nou, dat is een hele goede vraag. Denk eens even in aan een samenleving waarbij dus een aantal procenten van de mensen... die worden geboren zonder benen. En andere mensen die hebben wel zwaar benen. Dat is ook een heel leuk verhaal van de epifyse. Maar die benen zijn verschrompeld. Ja, maar dan kunnen we toch die twee groepen wel laten lopen? Ja, ho! Met een exoskelet, dacht ik. Nou, ja, een exoskelet en een elektromotorapparaat erbij. Ja, want je kan die mensen niet in hun eentje over straat laten gaan zonder een rollator of wat jij zegt, een zo'n handig zo'n zitrijbakje. Maar dan kunnen ze toch wel lopen? Nee, die mensen kunnen helemaal niet meer lopen. Die hebben zo'n rollator nodig of zo'n elektromotorisch zitbakje. Zitrolbakje. Ja, dat komt nooit meer goed. Dat geldt in de res extensa. Als je kijkt naar benen of whatever. Iemand wordt geboren met een armpje van 20 centimeter. Een hallo. Ja. Hey, dat wordt nooit meer een normale arm. Ben jij hem af? Ja, maar dan gaan we ze heel goed te eten geven. Ja, probeer maar uit. Ga je experiment maar doen. Die ledematen die bij de geboorte niet ontwikkeld zijn of sinds de geboorte verschrompeld zijn. Dat heb je met mensen met een zware infectie die ze hebben opgelopen. Dat is met polio. Ja, dan ben je de lul, jongen. En dat hoeft helemaal niet erg te zijn. Dus het is maar de vraag of je epifyse nog werkt. Ik ken het verhaal van een mens en dat is gedumpt door haar moeder. Maar er waren twee christenen, een man en een vrouw. En die hebben dat kind geadopteerd. En hoe zag dat kind eruit? Nou, dat was 50% van het lichamelijk gewicht bestond uit haar hoofd. En dat mens, dat kleine mensen, geadopteerd door die twee christelijke ouders, die haar beschouwden als mens. Dat mens vond het leuk om te schilderen en te tekenen. En dat kon ze. En die christelijke ouders, die waren al lang blij van, oh, ze vindt wat leuk. Nou, dan mag ze dat doen. Dus ze werd 's morgens in een karretje of whatever, die woog, ik hoop dat ze nog leeft. Die wogen er bijna niks, die kon je ook tillen. Ja. En die werd op een kussen gezet, ergens op een plek waar veel wandelaars waren. En dan tekenspullen erbij. En zij maar lekker schilderen. En de mensen blij maken met een mooi schilderij. Net vers gemaakt. Hele mooie kleuren, hele mooie lijnen. En er waren mensen die gingen denk ik speciaal even omlopen als ze wisten dat ze er weer zat. En aan het einde van de dag dan kwam die christelijke moeder of die christelijke vader, die kwam langs en die zei, nou, de dag is voorbij. We gaan avondeten doen. Wat dacht je daarvan? Zo'n hummeltje, zo'n onvergroeid lichamelijk iets. Wel met een epifyse. Ja, die hoeft niet zoveel te eten. Als je lichamelijke volgroeiing, ja, dat kan niet meer verbeteren. Dat wisten die christenouders ook. Je kan niet verwachten dat zo'n mislukt apparaat, gedumpt door haar stoepmoeder, dat ooit nog de hinkstapsprong gaat winnen op de Olympische Spelen. Dat is ondenkbaar. Maar je kan zo'n mens wel begeleiden, daar kan je voor zorgen. Het is een kind. Nu je epifyse terug.
Ik heb meegemaakt dat ik met mijn dochter naar de mediamarkt ging, terwijl ik dat helemaal niet wou. Want ik ken mijn dochter. Ik was van plan om naar de mediamarkt te gaan. Ik moest spullen hebben voor het netwerk hier in huis. UTP-kabel, routers, dat soort dingen. En ik wilde alleen maar even kijken. En dan op internet gaan kijken en dan een beetje prijs vergelijken. Ja, mij groeit het geld ook niet op mijn rug. En ook vind ik het fijn om na afloop dan even langs Café De Wacht te gaan. En dan drink ik 1 of 3 of 2 bier. En dan boodschappen doen voor het avondeten en dan naar huis. En dan wil mijn dochter wil mee. Ik zei tegen haar, ik vind het best. Maar je gaat niet zoals de vorige keer lopen zeuren dat ik nog een biertje ga drinken. Nee, papa, dat beloof ik. Ik zei, oké, dan hebben wij een afspraak. Dan mag jij mee naar de mediamarkt. Nou, wij de eerste verdieping op. En zij gelijk rechts naar de afdeling waar de game dingen staan. Daarvoor wilden ze mee. Knopjes drukken, auto's in de rondte laten vliegen. Vliegen doodslaan, whatever maar. Virtueel. Ah, en ik sta te kijken bij al die apparaten. Ik denk, oké, dat valt wel mee. Oh, maar dit is ook wel mooi. Oh, maar wacht eens eventjes. Ik kan dus ook dit nemen. Nou, ik was uitgepuzzeld. En ik ga op zoek naar mijn dochter. En ik wist ongeveer waar ze stond. En terwijl ik halverwege ben, komt mijn dochter mij tegemoet lopen. En die zegt, hé pap. Ik kwam je net halen. Ik zei, waarom, lievertje? Ja, zei ze. Mag ik jou laten zien hoe goed ik ben geworden in Mario Kart? Ik zeg, natuurlijk, baby. Dat vind ik altijd leuk. En hoe kan ik nou precies gewandeld zijn? En dat zei precies, maar in hetzelfde gangpad. Er waren wel 6 gangpaden. We hadden elkaar ook mis kunnen lopen. En dan ik balen en mijn dochter in paniek. Waar is papa? Waar is papa? Ja, die paniek is helemaal niet nodig. Mijn dochter was zich bewust van het feit dat ik daar niet stond om haar eeuwig te laten gamen. Want ik wilde naar de kroeg ook nog een keer. Ja. En zij was zo vriendelijk om naar mij te komen lopen en me even te bezoeken. Dat is je epifyse. Krishnamurti, dus, ik weet niet of jullie die kennen, ik zal even een heel korte intro houden. Het gaat over de Theosofen. Dat is een beweging begonnen in het jaar 300 en het komt uit hetzelfde gedachtegoed als de katholieke kerk. Die leuke jongens uit Babylon. En die lui die zijn op zoek naar een Adolf Hitler voor de hele wereld. Dat noemden ze de Maitreya. En waar is die dan? Want toen is een man en die heet Loodslager. Op zijn Nederlands. Leadbeater op zijn Engels. Die is afgereisd naar India. En daar een heel mooi jongetje opgepikt. Boze tongen zeggen dat meneer Leadbeater zijn penis heeft gestoken in de anus van Krishnamurti. Zo heette die. Hè? Zo werd hij genoemd trouwens. Dat is een verkregen naam, denk ik. En Krishnamurti die heeft afscheid genomen van die club. Die kreeg in de gaten waar hij voor bedoeld was. En hij dacht van nee, dat gaan we niet doen.
ik ga niet de Maitreya zijn. Want dat kan niet. Een geweldige heuvelreden, om dan niet de christenen te beledigen. Maar hij heeft een reden gehouden op een heuvel. En tegen al die volgelingen, al die discipelen gezegd van... Hartstikke bedankt dat jullie mij zien als de nieuwe wereldleider. Maar ik ben het niet. Dat kan ik vervelend vinden voor jullie. Dat kan ik vervelend vinden voor mezelf. Dat kan ik vervelend vinden voor de theosofen. Maar ik ben de wereldleider niet. Ik ga maar een andere klootzak zoeken. Krishnamurti is een man naar mijn hart. En Krishnamurti had chronische migraine. Maar daar zeurde hij nooit over. Er werd wel aan hem gevraagd van gaat het goed? Hij zei van nou ik barst van de koppijn. Maar voor de rest is alles oké. Okay. En mensen vroegen aan hem. Ja maar hoe kan je nou zo happy zijn? Waar komt het nou vandaan? Nou zei Krishnamurti. Jiddu heet hij. Jiddu Krishnamurti. Jiddu die zei. Als ik ergens binnenkom. Ja dan zie ik allemaal dingen. En die vind ik hartstikke mooi. En dan denk ik, wauw. Dat betekent dat de epifyse van Jiddu Krishnamurti volop in werking was. En kan jij dat? Kan jij ergens binnenkomen en alleen maar mooie dingen zien? Je mag wel zien dat er een asbak helemaal vol zit. Ja, nou en? Dan pak je die asbak en dan loop je heel vriendelijk naar iemand toe. En dan zeg je, mag deze asbak even leeg? En waar is de vuilnisbak? En doe het zelf wel. En dan heb je de asbak leeg gegooid. En een beetje water uit de kraan en zo'n lullig doekje van de supermarkt. En dan veeg je die hele asbak even schoon. En dan zet je die asbak terug. En het mooie was van het moment dat jij eventjes wat nuttigs mocht doen. Namelijk de asbak schoonmaken. Nee, maar dan zijn we blij, want arbeid maakt vrij. Dat is de epifyse. Nou, bij 2% van de mensen ontstaat er geen epifyse. Het begint wat te groeien hoor. Je hebt wel zenuwstelsels en ze kunnen krijzen als de hel. Maar er zit geen epifyse in. Dan heb je geen contact met de rest. Dat klopt dat? Dat krijg je niet voor elkaar. En als je niet die epifyse hebt bij geboorte, dat is bij 2% van de mensen zo. Dat is vastgesteld. Ja, daar heb je. Die mensen, die 2% die geen epifyse hebben, dus waarbij de frontale lob of whatever, die is niet ontwikkeld. Dat betekent niet dat ze dom zijn. Ben jij maf? Die kunnen hele goede hersenen hebben hoor. Die kunnen verschrikkelijk goed schaken of whatever. Maar ze hebben geen epifyse. Ze kunnen ook heel oud worden. Maar ze hebben geen epifyse. Ze zijn heel erg afwezig naar onze mening. Het is net alsof die mensen niet opletten. Hey, hallo! Ja. Ja, die hebben geen epifyse. Die ontvangen niet. Die mensen, daar moet je niet mee trouwen, zou ik zeggen. Ze laten je in de steek om niks, hoor. Die gaan zo hun eigen gang, echt waar. Die ontvangen niks, die...
Als je tegen die mensen zegt, Jezus is gestorven voor jouw zonde aan het kruis, dan zeggen ze, heb ik twee vragen. Hoe de fuck is Jezus? En wat is zonde? Dat weten ze helemaal niet. Dan kan je zeggen, nou, maar zonde, dat is toch dit en dat, en dat volgt uit Boeddha. En dan zeggen die mensen, wat? Ja, Boeddha, hoe heette die dan? Mijn zwager, die heeft een christenvrouw aan de haak geslagen. En die, ik wil de lul zeggen, dat zeg ik dan niet. Hè? Maar die persoon is naar een zangvereniging gegaan, want hij wilde graag gaan zingen, maar niet heus. Nee, hij wilde daar van die christelijke bitches scoren. Maar hij is een christelijke bitch aan haar geslagen. Dat was een hele mooie, prachtige vrouw. Het enige wat ze heeft, dat is teennagelschimmel. Ik denk van, meisje. Ja, ik ben haar niet waard. Het is echt zo'n mooie vrouw. Bijbelgelovend. Ja. Ik was niet jaloers of zo. Zij was ook mucho anos jonger dan ik. Dus dat maakt ook niet uit. Maar ik dacht wel van zo, jij hebt een mooie vrouw, man. Jeetje, wat een... Nou, prachtig. Die spijkerbroeken, die stonden haar heel goed. Ja, vind je het gek met zulke mooie billen? Christenvrouwen, die kunnen mooie billen hebben. Ja, en die teennagel, schimmel, ellende, ja, dat heeft mijn zwager niet opgelost. De lul. Ja, die zou ook kunnen oplossen. Voetenmassage en calcium bicarbonaat. Van mij wat salicylzuurzalf erin. Homeopathie kan ook helpen. Het is toch zonde om zo'n mooie vrouw in de ronde te laten lopen met teennagelschimmel. Straks vallen die nagels nog uit, man. Hoe moet het meisje dan lopen? Dat soort dingen denk ik dan. Hij niet, hoor. Hij heeft zoiets van, ja, dat is mijn vrouw. Ja, en dan ga ik, als is christen, dan ga ik ook meer naar de kerk. Ja, ik weet er helemaal niks van, want ik heb geen epivise. Maar het is wel, ik vind het wel gezellig in de kerk, want dan kan je je kinderen laten dopen. Ja, ik weet wel dat het nergens op slaat, maar het staat in de Bijbel dat het moet. Nee, het staat helemaal niet in de Bijbel dat het moet. Stomme zwager. Je moet weten wat de doop inhoudt. The Drowning Man, is dat dat? Wat is het verhaal? En Christus Jezus is niet verdronken. Die wist van het doopgebeuren en die zei tegen Johannes de Doper van, doop me eens even, klantzak. Even kijken wat er gebeurt. Ja, zo was Christus. Hè? Je had overal schijt aan, man. En de overheid is anti-Christus. De overheid wil niet dat wij overal schijt aan hebben. Nee, wij moeten het heel belangrijk vinden dat de BTW omhoog moet. Want we gaan niet alleen in Syrië bommen gooien. Dat is al zo'n beetje bezig, maar dat schiet niet op. Maar dan gaan we nu het nieuwe front openen. En we gaan denk ik toch maar bommen gooien op... Nagasaki nog een keer. Want die Japanners zijn heel stout geweest. Soepsa. En die zwager van mij, die heeft die vrouw... Nou, wat hoorde ik nou laatst? Dat die op de... Dat ze 5 kinderen hebben. Jeetje. Ik heb ze al jaren niet gezien hoor, want zijn zus, dat is een promiscue bitch. En die heeft mij het huis uit geflikkerd en 30.000-40.000 euro contant gebeurd, plus... Een maandelijkse vergoeding, want ik woon ergens anders, dus ik moet voor haar betalen. Ja.
Ja, dat is zo zijn zuster. Dat is die familie. Dat zijn mensen die hebben geen epifyse. Die zus van hem ook niet. En die denkt van ja, maar als ik toch seks kan hebben met een andere man, dan kan ik dat toch gewoon doen? Want ik kan het toch doen? En dan vertel ik dat Perry niet. En dan heeft Perry daar geen last van, hoor. Nee, ik ruik het. Snap je? Het is een hele mooie scène. Die film moet je ook gaan kijken. Als je hem, ja, of nog een keer kijken. De film Leon. Het is best een heel mooie film. Het is een katholieke kutfilm, dat wel. Maar er zit geen seks in. Geen blote tieten, dus dat valt weer mee. Er wordt wel, iedereen wordt doodgeschoten. Allerlei mensen worden doodgeschoten. En de protagonist, de hoofdrol, de held, moet ik zeggen. De hoofdrolheld. Die gaat dood. En die politievent. Het is Gary Oldman. Nou, daar kan je van vinden wat je wil. Maar ik vind het een geweldige acteur. Heel geloofwaardig. Geweldig. Goed geregisseerd. Mooi getimed. Er komt ook een plant in voor. En een leuk jong meisje. Heerlijke film. Maar dat gaat Gary Oldman. Die stapt op een leugenaar af. En die zegt, ik wil even ruiken. En Gary Oldman, die doet dan van tevoren pillen in zijn mond. Het is zo'n mooie scène. Nou, dan is Gary Oldman zo stoont als een kanaal. Zogenaamd dan. Die pil die hij slikt, dat is natuurlijk gewoon kalk. Dus, zogenaamd heeft hij dan, weet ik veel wat, GHB-amfetamine met een beetje speed erbij. Dus, een paddenstoelen-extract. Dus, en dan wordt hij helemaal gek. En dan loopt hij op die leugenaar af en dan zegt hij, mag ik even ruiken? En dan ruikt hij. En dan zegt hij, oké, jij bent de leugenaar. En dan pff, dood is hij. Zo werkt je epifyse. Je kan het ruiken. Zonder dat je iemand ruikt. Dus de moeder van mijn kind, die komt dan om 22:30 s'avonds, komt ze de woning binnen, stikzagrijnig. En dan denk ik, oh, wat heb jij gedaan? Beetje lopen schelden tegen mij. Ik heb mijn kind van school gehaald. Ik heb avondeten gemaakt. Ik heb de afwas gedaan. Ik heb de keuken schoongemaakt. En jij komt kankerend binnen. Wat heb jij gedaan, schatje? Oh, ik heb wijn gedronken. Oh, ik ben daar geweest. Zeg wat? Ik ruik het. Dat is mijn epifyse. Je kan mij niet voor de gek houden. Echt niet. Je kan ook, als je mijn brein vergelijkt met een computer, wat het niet is. Als je mijn brein vergelijkt met een computer, dan heb ik een hoge verwerkingssnelheid. Ik kan heel veel indrukken in één keer opnemen. Dat komt omdat ik een epifyse heb. Dus mijn brein is volgroeid. En dan zie je alles in één keer. Ik kon het aan de vorm van de vrouw waar ik dan mee gewoond heb. En die heeft een verkramping aan haar linkervoet. Bij haar teen, haar linkerteen. En die verkramping is soms erger dan anders. En als haar teen dan helemaal verkrampt is, dan weet ik dat er wat aan de hand is. Ja, maar dat zijn wel hele kleine dingen waar je het nou over hebt. Ja. Ooit gehoord van de techniek en het heet de kunst, moet ik zeggen, dan krijg ik een dubbelzegging. De kunst, hè? En die heet motiverende gesprekstechniek. Als jij op internet een cursus kan vinden,
Of je krijgt het ergens aangeboden. Doe het. Waar je op let is lichaamstaal. En je woord in de gaten houden. En zoals Christus heeft gezegd, het is niet zo belangrijk wat je gegeten hebt van dag tot dag. Want dan scheid je toch weer uit. Dat zei Christus niet, hè? Maar ik vul het even in. Kijk, alles wat je in je mond stopt, dan mag je van hopen dat het weer door je kont naar buiten gaat. Dus je moet niet per se je laten vaccineren met Timerosal. Want dat gaat je lichaam niet meer uit. Iedereen is daar een ongelofelijke fanaat van. Ja, vaccinatie, Timerosal. Christus wist niet van Timerosal. Dat was in die tijd niet bekend. Maar voor de rest, alles wat je in je mond stopt, ja, dan scheid je er weer uit. Hè. En als je een opstopping hebt, zo'n darmopstopping of zo, nou, neem je een laxeermiddel, bedorven kip of zo. Maar dan ga je wel scheiden, hoor. Alles eruit. Kijk, wat in je mond inkomt, dat doet er niet zoveel toe. Ja, maar de Joden hadden toch voedselwetten? Ja, zei Christus, ik ben er hier om te komen vertellen dat je daar niet zo moeilijk over moet doen. Want het is niet het belangrijkste. Ja, maar jij hebt een vriend en dat is een christen, zeg jij. Ja, dat zegt die vriend trouwens zelf ook. Maar, hè? En hij is veganistisch. Ja, dat mag. Van Christus Jezus, waarom niet? En voor hem is dat fijn. Dat is goed voor zijn lichaam. Hij drinkt gemberwater. Zijn lichaam is trillend. En, nou, doet hij lekker veganistisch eten uit gezondheidsoverwegingen. Ja, dat is wel best. Maar het is wat je mond uitkomt. Dat jou als mens verontreinigt. En als jouw epifyse werkt, dan spreek jij zachtmoedig. En dan mag je best een keer met je vuist op tafel slaan. Dus niet allemaal verboden of zo. Maar jouw epifyse is een, als het ware, niet in sprookjes gaan geloven, maar het lijkt net alsof je epifyse, wat de voltooiing is van jouw zenuwstelsel, dat je epifyse een ontvangststation zijn voor alle, de correcte verwerking van de indrukken. Nou, en sommige 2% van de mensen hebben dat niet. Punt. Die hebben geen volgroeid brein. Die hebben een epifyse ter grootte van 10% van de epifyse die ik heb. En dan heb je die tweede groep. En die hadden een prima epifyse toen ze uit de vagina van hun, uit de baarmoeder naar buiten kwamen. En toen was hij prima. En daarna is het fout gegaan. En hoe kan dat dan? Nou, dat komt door atrofie. Dus alles wat niet werkt, dat krijgt geen voeding. Ja, maar Perry, ga je het nu heel biologisch trekken? Ja, inderdaad. Dit ging er over biologie. De menselijke biologie. Niet bestemd voor krokodillen. Maar als jij iets in je lichaam niet gebruikt, dan krijgt het geen voeding. Niet van het lichaam. En waar dan wel van? Ja, maar zeg je nou dat als ik mijn epivyse niet gebruik, dan wordt die alsmaar kleiner. Ja, inderdaad. Dat zeg ik. Ik heb het gezien.
En dan heb je nog de mensen die zeggen van, joh, er zijn zoveel mensen. 2% van de mensen die zijn geboren zonder epifyse. Dus die zijn niet gevoelig. Die hebben helemaal geen ontvangststation voor externe indrukken. En bij het minste of geringste, dan heb je enorme problemen met die mensen. En daar moet je toch mee omgaan. En dat vind ik ook. En dan mag ik zelf ook af en toe wel uit mijn dak gaan, want die anderen doen het ook. Ja, als je die groep erbij optelt, dan zie ik 2% hebben geen epifyse. Nou, 20%, daarbij is de epifyse verschrompeld. Ja, dan 80% of zo. Nee, dat gaat te ver. 75% of zoiets. Die denken dat dat helemaal normaal is. Ja, want ik ga graag naar voetballen kijken. En, dan vallen er ook ongelukken, hoor. En dat vind ik wel mooi. En ik vind het ook leuk om met mijn vrienden er naartoe te gaan. Kijk, die mensen die hebben wel een epifyse. Het werkt allemaal wel prima. Maar ze denken dat het normaal is om geen epifysische werking te hebben. Want iedereen die mept op elkaar voor de bek. Dus waarom jij niet? En bij die mensen gaat uiteindelijk de epifyse ook verschrompelen. Het is een groot probleem, hoor. Dat je niet weet in welke wereld je leeft. Dat je bent als een zak moleculen. Hopelijk van de apen afstammend. Ik moet gaan afronden, want het is 1 minuut over het uur. Dus, jullie spanningsboog is waarschijnlijk al voorbij. Nee, ga maar lekker slapen, joh. En dan ga ik mijn volgende uitzending ga ik doen over werken aan de werking van je epifyse. Want bij niet iedereen is de epifyse dermate verskleroticeerd dat het niet meer te repareren is. Niet bij iedereen. Misschien bij jou ook wel niet. De volgende wordt lekker... Nee, dat ga ik niet verlappen. Nee, je moet maar naar de volgende uitzending lezen, kijken, beluisteren. Ik zou misschien nog uit moeten laten schrijven. En op zijn Hamburgs, ja, ik kan niet anders. Ik heb het 1 keer besloten, dus 1 keer gekozen, nooit meer veranderen. Op zijn Hamburgs, je weet wel, die stad die door de paus helemaal... gebarbecued is. In die tijd had je nog niet het rookverbod. Dus heel Hamburg was aan het roken. Ja, maar dan kreeg je longkanker van. Nee, in Hamburg niet hoor. Je had geen tijd om longkanker te krijgen. Vanwege de rook. Je was verbrand. Voordat je Abraham kon spellen. En daarom zeg ik... Elke keer weer, aus Hamburgs, sag ich, tschüss. En dag lief, wat tot de volgende keer.